Goedenavond kijkers en luisteraars, het is vandaag donderdag 18 augustus en dit is een nieuwe aflevering van Achterklap. Weerman Oelers, let bij erg warm weer vooral op kwetsbare mensen in uw omgeving. Van jongs af wist Ruel Oelers, 59, al wat hij wilde worden. Omdat hij zo onder de indruk was van wat zich in de atmosfeer voltrekt, koos hij voor het natin om zijn intrede te doen in het vak meteorologie. In 1984 trad hij in dienst bij de Meteorologische Dienst Suriname en toen zich in 1990 een unieke kans voordeed, greep hij deze met beide handen. Extreem droge seizoenen, alsmaar aanhoudende regenbuien, zware rukwinden, het klimaat is al jaren niet meer wat het was in Suriname. Er wordt al geruime tijd gesproken over de negatieve impact van klimaatverandering op ons land. Wij spraken met Ruel Oelers over de weersverwachtingen van de komende maanden. Dames en heren, wij praten met de heer Ruel Oelers. Ruel Oelers heeft destijds gewerkt voor de meteodienst in Suriname. Hij was ook hoofd van de meteoafdeling van Sandrij. Meneer Oelers, goeiedag. Bedankt dat u even vandaag met mij wilt praten over onze weersverwachtingen. Wat zijn de weersverwachtingen voor de komende tijden? We weten dat augustus normaliter gebruik onze droge tijd aanbreekt, maar hoe zou dat eruit zien ten opzichte van de vorige jaren? Wel, ik verwacht dus voor augustus een normaal verloop, waarbij de droge dagen dus in feite aanwezig zullen zijn. En af en toe is er dus wel een buitje in de middag met onweer, zeg maar golven voorbij treden. Maar één concern is er, dus dat we dus naar oktober toe een toename van de temperatuur moeten verwachten. Maar waarom moeten we dat verwachten? Nou, normaliter is dus oktober bij ons de warmste maand. En de droge tijd die gaat dus dan tot en met oktober. Dus de hoge temperaturen kunt u verwachten in oktober, ja. Ja, maar welke temperaturen kunnen we min of meer verwachten? Hoeveel graden zou dat moeten zijn? Ja, dus als we dus rond de 35 komen, dat zijn dus temperaturen die gebruikelijk optreden in de maand oktober. Het kan eens een keertje voorkomen dat het even boven de 35 komt, de 36 misschien. Maar normaliter is dat rond de 35 graden Celsius. Ja, maar we hebben de afgelopen periode extreme regenbuien gezien, meer dan we ooit hadden verwacht. Zou dat enige invloed hebben op de aankomende drogere tijd? Het effect ervan dat we meer regen hebben gehad? Wel, dus op dit moment is dus het klimaatfenomeen La Niña een beetje afgezwakt, waardoor er dus ruimte ontstaat voor een stukje normaal verloop van dus die grote droge tijd. Maar rond november verwacht ik dus dat dat weer in feite gaat aansterken. En dat we dus na oktober wat meer buien zullen zien. Maar dat neemt niet weg dat wij gedurende dus die grote droogtijd wel in de middag buien zullen meemaken. We weten dat vanaf de periode juni tot en met november boven de Atlantische Oceaan dus de hurricane season van start gaat. En meestal in september is het vrij actief. Dus verwachten af en toe bij passages van deze tropische stormen dat we toch wel wat last kunnen hebben, ja. Ja, hoe komt het dat wij toch het effect krijgen van die tropische stormen? Want die gaan voorbij onze kust. Hoe ver voor onze kust zijn deze stormen voornamelijk? Rond dus de 8 graden noordenbreedte, soms zijn dus de kernen rond de 8 graden noordenbreedte en dan merken we dus er wel wat van. Dat zijn dus eigenlijk de uitlopers van deze tropische stormen, die dus in feite een beetje triggeren, convectie een beetje bevorderen, waardoor wij dus in feite in de middaguren meer buien kunnen krijgen. Ja, die 8 graden die ongeveer u daarnet hebt aangehaald, hoe zouden wij dat moeten begrijpen in de afstand van mijlen vanuit onze woongebieden? Wel, dus als we dus in feite nagaan dat zeemeel ongeveer zo'n 111 kilometer ongeveer is, en als we dat in feite vermenigvuldigen, dan zitten we iets meer dan 1000 mijlen verwijderd van dus onze kust uit.
Toch? Ja. Normaal is het zo dat boven de 8 graden Celsius de kernen liggen. Maar dit jaar met de aanwezigheid van La Niña verwacht ik dat ze dus meer een zuidwaartse richting nemen. En iets dichter bij de 8 graden komen te liggen, waardoor we dus wel iets van zullen merken. Ja, maar u voorspelt ongeveer zo'n 35 graden rond die hitteperiode van ons hier. Maar wat zullen onze gevoelstemperaturen zijn ten opzichte van die 35 graden? Ja, die zal dus aanzienlijk hoger liggen vanwege dus het relatief weinige vocht dat ermee gepaard gaat. Normaliter is dus in de ochtenduren de Zuidoostpassage vrij dominant. En in de middaguren krijg je dus een stukje verschuiving, waardoor de zeewind wat vocht naar binnen drijft. En dat maakt dat het gevoelstemperatuur vrij hoger gaat liggen. Dus dat zal dus in de middaguren het geval zijn. Naarmate het warmer gaat worden in deze periode, waarop moet de burger zichzelf op voorbereiden? Wat zijn uw adviezen daarover aan hun? Ja, ik zou zeggen, drink voldoende. Niet te veel. Voldoende drinken. Als het enigszins kan, een zonnebril of een hoofddeksel aandoen. En als de behoefte, dus in feite als er geen verplichting is om heel lang, zichzelf bloot te stellen aan dus de zonlicht, dan hoeft men dat niet te doen. Dus dat zijn dus enkele tips waarop men dus moet letten. Tussen al die burgers die we hebben jongeren, we hebben mensen in de mid-range leeftijden, welke zijn de risicogroepen die vrij voorzichtig moeten zijn wanneer die droge tijd aanbreekt? Ja, dan zou ik dus voornamelijk uitkijken naar de senioren, burgers en kinderen. Ja, die twee groepen die moeten dus in feite daarvoor moet men dus waken. Dus we kunnen er ook gevoelig van uitgaan dat in die droge periode die aanbreekt nu, dat mensen relatief voor zij die er tenminste over beschikken, ook vaker hun airconditioning gaan aandoen. Dus dat betekent hun stroomrekening gaat ook substantieel omhoog gaan, hè? Ja, dus dat is een beetje inherent eraan, hè. Dus de hitte die zal het zijn. En ja, voor de mensen die de mogelijkheid hebben om dus zich af te koelen middels een airco, die zullen dan gebruik van maken. Maar inderdaad, dat betekent ook dus dat de kosten voor EBS wat hoger zullen aanslaan. Meneer Oelers, die verwachtingen van de temperatuur de komende dagen, zal dat relatief hoger zijn dan het afgelopen jaar? Of zal het min of meer hetzelfde zijn rond deze periode? Ja, dus de temperatuur verwacht ik dat is rond de 32 graden zal blijven. Kan iets meer zijn, dus zeg maar 33, maar niet meer dan dat voor de maand augustus. Maar ik denk waarvoor er dus een beetje gewacht moet worden, is dus de instroom van die zeewind die dus wat meer vocht brengt tijdens de middaguren. En dat zal de zaak een beetje benauwd laten worden, omdat ja, het proces om dus dan een wolk te vormen duurt wat langer. Toch? En ik denk dat het gevoel bij de mens is de evaporatie, dus in feite de zweten. Ja, dat moeilijk kan verdampen. En dat maakt dat men het gevoel krijgt dat het warm is. Zal de temperaturen in ons land de maanden die aankomen, zullen ze landelijk min of meer hetzelfde zijn? Of gaat het verschillen tussen het noorden en het zuiden, die temperaturen, of zijn ze min of meer hetzelfde? Nou, de verschillen zullen ze niet echt groot zijn. Ik verwacht dat ze dus min of meer hetzelfde zullen zijn. Ik merk wel dat wat modellen aangeven, rekenmodellen die in feite door de buitenlandse instituten worden gebruikt, dat Nikkei toch wel voor de maand augustus iets minder heet zal zijn. Okay. Maar overal dus zullen ze min of meer hetzelfde zijn. Meneer Oelers, mag ik u dank zeggen voor uw bijdrage in deze uitzending. Graag gedaan. Roel Oelers was voorheen hoofd van de meteorologische dienst te Sanderij. Oelers beschrijft klimaatverandering als een afwijking van het klimaat, waarbij kortere of langere perioden van droogte of regen worden ervaren dan gebruikelijk. Daardoor regent het in kortere tijd veel meer, stormen nemen in aantal en kracht toe en er komen steeds meer hittegolven voor. Global warming heeft te maken met de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde, gaf hij eerder aan in de media. De tropische temperaturen zijn niet helemaal zonder gevaren.
Extra belangrijk dus om jezelf koel te houden en goed te letten op mensen in je omgeving. Als het heet is, is het belangrijk dat u voldoende drinkt en uw woning koel houdt. Als het erg warm is, hebben kwetsbare mensen meer kans op gezondheidsrisico's. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, baby's, chronisch zieke mensen met overwicht en mensen in verzorgingshuizen. Let daarom goed op deze mensen in uw omgeving. En dat was het voor deze aflevering van Achterklap. We zijn morgen terug met een nieuwe aflevering. Goedenavond.